Tip nummer 1. Oh, you are hit by a firework. Dit jaar wordt wel echt een feestjaar, want ja, wij worden 25. Welkom weer bij onze nieuwe weekvlog. John en ik hadden net een hele leuke weekvlog opgenomen en toen stopte die mee aangezien het geheugen vol zat. Dus we beginnen weer helemaal opnieuw, maar daar weten jullie helemaal niks van. Nee, in deze weekvlog gaan we naar Winterparadijs, Amsterdamse Winterparadijs. Ja, met onze vriendinnen Charles, Harley en Mike. En Chris. En Loes Romaniniërs. Ja, met een hele groep. We gaan kerst vieren met alles designer thema. Dus we moesten helemaal in onze outfit. Bij de familie Nieuwenhuizen. En we gaan oud en nieuw bij mama thuis vieren. Dus ben je nou benieuwd? Blijf maar kijken. Abonneren en subscribe. Love trainers. Lekker duim. Ja. Hey Rikje. Hallo. Ben je aan het koken? Het thema van vandaag was alles designer. Alles designer. Draai ze rond. Gucci bloed. Gucci broed en Gucci hakken. Ja, 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 ja. Lekker hapjes. Beetje groot, hè, Duif? Ja. Beetje groot. Hij stelt niet scherp. Hij stelt nog steeds niet scherp. Hoi, Duifje. Hey. Kunnen we, kunnen we? Ja, hoe mooi is deze mega kerstboom? Wil jij foto maken van een beetje vlogcamera dat ik voor de kerst kan staan? Ja, ga ik zo voor je maken, Duif. Film even de tafel. Hoe gezellig. Ben je een vlog aan het maken? Ik ben een vlog aan het maken. Oké. Oké. Mooi. Tot mami. Hey, meisje. Is het kerst? Ja. Hij ziet mijn camera weer. Oh. Oh, chill. We gaan lekker wat eten. Hey, Stink. Hey. Hallo. Bon appetit. Merry Christmas. Merry Christmas, mama. Merry Christmas. Merry and Christmas. Oh, ho, ho, ho. Oh. SF is bal. Komt door busy, hè? Door jullie feestje. Dus druk, druk, druk. SF is Bonda. Nog eens dit doen. SF is kijken. Goed gaat het regenen? Drip, 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 drip. Gaat het regenen, hè? Ja. Doe maar. Gaat het regenen? Drip, 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 drip. We kunnen dit. Gaat lekker vlot. Drip, 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 drip. Go! Ja. Rijke. Ja. Ja, dat is goed, dat is goed. Rijke is mijn... Broer. Broer. Ja. Tje. Mama, ik heb het nog een keer. Ja. Papa. Wacht naar lijn. Oké, ik ga hiermee laten. Heeft hiermee te maken? Kerst. Ja. we maar hebben net gegeten. Zie je een bezoek? Nee. Dessert. Nee. Toetje. Ja. Kerst. Yes. Hey, ik ga met iemand stoeien. Judo. Ja. Ja! Zo! Duurde wel eens 2,5 minuten. Ja. Ik doe soms iets. Zingen! Ja! Je hebt verkering, maar als je later groot wordt, wat doe je dan? Trouwen! Ja! Oh. Je hebt het soms in Ibiza. Strand. Nee. Nassau. Nicky Beach. Wat op het strand staat. DJ. Jongens, kom op. Een parasol. Nee. Strandbed. Ja. Dan is er iets in de lucht. Storm. Herfst. Nee. Het vliegt in de lucht. Vliegtuig. Kogel. Vlieger. Je houdt het vast. Ja, vlieger. Nou. Wat een tijdloos. Ja, lekker dan. Nou, ben ik nou, dan. Ik wil onze hele ons team komen. 4 5. Ja. Stel weer. Gewonnen. We beginnen de weekvlog met ons event. Nou, event. Leuk nee. Tipje. Nee, kerst eerst. Nee, Winterparadijs eerst. Kerst was eerst. Niet waar. Tuurlijk wel. Dus donderdag, vrijdag en zondag was begint. Oh, nou, dat kan gewoon. We hebben onze allerlaatste kerstdag bij de familie Nieuwenhuizen gevierd. Dat doen we eigenlijk elk seizoen. Dan doen we al onze elk seizoen?
elk seizoen van kerst. Ja, of elke kerst. Dan hebben we zoveel eten nog over naar al die dagen dat we nog een extra dagje inplannen met z'n allen. Om het allemaal lekker op te eten en toch nog met elkaar kerst te kunnen. Aangezien mama heel veel kookt en Carola heeft heel veel gemaakt. We hadden echt nog voor echt 14 man nog eten. Freya had ook nog heel veel gemaakt. Dus met die restjes hadden we eigenlijk nog een heel drie gangen diner. Wat we met z'n allen konden eten. En het was eigenlijk heel gezellig. Ja, we hebben dat gewoon heel veel gegeten. Heel relaxed gedaan. We hebben daar 30 seconds gespeeld met de hele familie. Ook Duif heeft meegedaan. Duif is trouwens heel blij dat we in deze vlog zitten, Duif. Ja, en Duif kan heel goed 30 seconds spelen. Die wist alle namen zelf te omschrijven, te lezen. Dus ja, en dat was echt heel erg grappig. We hebben echt met z'n allen helemaal gelachen. We hebben dit denk ik ook echt wel een uur gespeeld. Ja, en daarin zijn we gewoon gezellig naar huis gegaan. En hebben we ons voorbereid op Oud en Nieuw met z'n allen. Poppertjes! What are you doing? I'm vlogging. We are in Winter Paradise. We are. No, wat een druk, hè? Oh, Marie, heb jij poppertjes voor hem? Je hebt ook poppertjes voor hem. Oh, dat lijkt zo leuk op hem. Marie? Jullie zijn allebei heel slecht. Jij waren heel slecht. Is onze winterparadijs met onze vrienden. Ja, we zijn eigenlijk Maaike's broertje en mijn schoonzusje en dan Harley, Loes en Marie daarheen geweest. En Chris. En Chelsea. Echt wel een heel groot groepje. Eigenlijk wilden we allemaal naar winterparadijs en iedereen had het met elkaar erover. Chris zei tegen ons via kerst en toen zouden we al gaan met Chelsea en Loes. Toen kwam ik met kerst bij Maaike's ouders thuis en toen wilden Romain en Ian ook heel graag naar haar heen. Dus we zijn met een hele grote groep. Leuke groep. We gingen weer natuurlijk op zaterdag. Slechtste idee dat was wel slechtste idee. We gingen ons een uurtje op 5-6. Dat is dus het meest drukte, denk ik, daar. Overal was er wachttijd van 1,5 uur om te schaatsen, om te sleeën. Dus vandaar dat je eigenlijk alleen maar ons hebt zien eten. Aangezien er overal minimaal 1 uur wachtrij was. En wij gaan gewoon niet in de rij staan. Ik vind 20 minuten echt niet erg. En minimaal 1 uur in de rij staan om even te gaan schaatsen of te sleeën. Ja, dat vonden wij dan niet leuk. Wat we wel hebben gedaan, Maaike en Ian hebben allebei een knuffel van ons gevonden. Ja, dus dat was wel heel erg leuk. En heel veel lekker eten. We zijn nog in de Doolhof geweest en zo'n raar huis. Ja, daar ben ik heel hard gevallen. Dat hebben we helaas niet kunnen filmen. Want ja, iedereen Het was zo bewegelijk. Ik denk, als je één hand niet over hebt, dan kan je gewoon niet vasthouden. Ja, komt de jongen tegen mij zei vasthouden. Maar hij zei dus niet vasthouden. Maar ik verstond alleen vasthouden. Dus ik denk, nou, klem me vast aan die stang. En toen was ik zo vast dat ik naar achter viel. Toen kwam Maaike omhoog rennen. En toen ben ik vol in spagaat gegaan met een latex leggetje die niet is uitgescheurd. Dus ik was als eerste. Nou, ik viel bijna. Daarna kwam Chelsea. Die viel gewoon echt heel hard. Toen was Shiel en Harley nog. Die waren doodsbang. Maar ze hebben wel echt gelachen. En ik vond sowieso wel een leuke sfeer. Mijn schoen viel zelfs uit. De triple S. En toen daarna moest ik van een houten soort hout glijbaan. Maar omdat ik een rubberen broek aan had, gleed ik niet door. Dus Chris die bounce kaart op mij. Dus het is jammer dat het was een en al drama. Maar we konden het echt niet filmen. Het was echt gekke huis. Allemaal was het Amsterdam niet
wij zijn super leuk om voor te gaan, dan denk ik in de ochtend. Ja, of na 9, hè? Want dan mogen geen kinderen meer zijn. Dus dan misschien is het wel dan rustiger met al die activiteiten. Na 8 zijn de kinderen. Dus dat is onze tip. Maar nu is het toch al afgelopen als jullie dit kijken, volgens mij. Dus. Ja, dus maar het is zondag. Nee, het is zondag 5 januari nog de hele dag en daarna afgelopen. Jullie zitten er nog heen. En dat was de eerste keer en ik vond het wel leuk. Maar voortaan... Eten was lekker, het sfeertje was leuk. Dus helemaal leuk. Oud en nieuw! With the doggies! Hallo! Wij zijn de Oud en Drank Vieren en we hebben echt zo'n groot post. We gaan jullie straks laten zien. Wat? Gaan we het binnen doen? Binnen doen. Ga van binnen afsteken. Let's do that. Hup, hup, die niffo. Gewoon een fucking leuke pot met vuurwerk. Ja, en gewoon zo. Bam! Waar is je bril? Waar is je bril? Wat? Waar is je bril? Je vuurwerkbril. Die moet... Je veiligheidsbril. Hier. Duif, ik heb hem. Oh, ik ga hem ook opzetten, ja? Ik heb een bril. Kom, we gaan ons filmen. Dit, een veiligheidsbril, altijd handig. Tip nummer 1. Ja, tip nummer 2. Als je niet bij aan je oor wil, oordopjes. Oordopjes. Tip nummer 3. Blijf bij het vuurwerk vandaan. Veilige afstand. Oké, okay, let's do this. Een gezellige tafeltje al gefilmd, Jules? Ja. Voor de gezelligheid. Gezellige tafeltje. Nou jongens, ik heb een bril op, want bij mij zou er vast wel iets in mogen komen, hè Duif? Ja. Mannen, gaan we ook mee? Mannen, gaan we ook mee? We hebben een beeldige jas aan, hè Duif? Dankjewel. Hij is warm. Air Force. Andere kant. Air Force. No commercials. Ik krijg er niet betaald voor, nee. Don't hate on him. Als jij weet hoe heet vuurwerk is, zeg het even. Ik weet het niet. Laat het onder de comments weten. Kom maar onder mijn jas. Mops, kijk. Kom maar onder mijn jas. Als jij je arm daarin steekt. Nee, de andere kant. Nee, hoe vind je mijn bril? Ik vind hem marvelous. Wat is het? Prada? Het is Gucci. Nee, het is Yeezy, nieuw design. Louis. X of White. Oh, kijk hier, spinnerachtje hangen boven. Wat? Ons. Ik hou niet van spinnerachtje. Oh, zie je? Excuse me for interrupting this beautiful night. A beautiful night. Blast you into the new. Zijn alle honden binnen? Nou. Daar is Siffel. Groot genoeg voor z'n twee. Met Reinders kom je er altijd mee weg. Jongens. Ja. Wat moet jij nou? Oké. Kom, we gaan nu, ja? Mijn, kom. Oh. Gaat ie nou? Zo. Wow. Daar gaat hij weer. Wat zie je weinig. Maar dat bederft de pret niet. Hef, zet je bril op. Je bril, godverdomme. Zet je bril op. Goed zo. Goed. Het is echt een zombie weer. Alsof er allemaal zombies aankomen. Oh, wauw. Nou, jij vond het ook mooi, hè, Duif? Ja. Stem is volgens mij weg. Wat? Ja, wat? Wat? Zeg eens netjes gedaan. Hallo. Netjes gedaan. Daar gaat je vader weer. Gaat in je jas. Kijken. Oh, you are hit by a firework. Ik voel een beetje achter me. Maar jij bent geen petticoat dit jaar aan, hè? Hi, mam. Hi. Lekker veilig binnen. Moet ik iets zeggen? Ja? 100 kilometer van vuurwerk afstaan, want hij viel net. 100 kilometer? Ja, dat moet dus. Maar hij viel net op de grond. Maar hij is al gered.
Oh, ja. Gelukkig had jij je bril op, hè? Ja. Kijk nou wat rustig het hier is. Ik vond dat witte heel mooi. Al die witte. Marie met alle hondjes. Constant. Dat slaapmuziekje, wat is dat? Lullaby. Ik krijg het niet uit. Wat een rotmuziek. Nee, schattig. Wat gezellig huis, hè? Mama. Ja, zo gezellig. Ja, zo gezellig. Stinky, wat ligt je er mooi? Staan. Hondjes. Stinky, we gaan 2020. Zandvoort is er klaar voor. Ja. 15 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Oud en nieuw met z'n allen. Ja, met wie er al bij mama thuis of wegen ook de hondjes? Want mama heeft natuurlijk 2 honden. Ik heb inmiddels 2 hondjes en Shiel heeft er 1. Even Stinky. Dus dat is wel het makkelijkste. Ook omdat 2. Sorry. Ook omdat onze familie natuurlijk ook in dezelfde straat woont. Dus het is altijd wel gezellig dat je even bij elkaar langs kan gaan. En we vinden het ook altijd wel zielig om je hondjes alleen thuis te laten. Want altijd knalvuurwerk. En dit was ook Frankie's eerste oud en nieuw. Dus ik had ook geen idee wat ik kon verwachten. Of je het eng vond. Ja, bijvoorbeeld waar vonden de honden oud en nieuw eng? Nou, Sherif is sowieso gewoon doodeng. Die durft niet eens naar buiten om te plassen. En Frankie durfde wel, maar die had toch dat je merkte dat hij echt heel erg eng vond. Dus zou voortaan niet meer echt naar buiten doen. En Stinky? Stinky heeft helemaal geen last. Die gaat gewoon buiten staan plassen terwijl al het vuur wordt afgestoken. Ja. Om zich heen te kijken, wat is dat nou? Ze lukken niet van de knallen, helemaal niks. En Frankie en Sherry zijn daar echt wel bang voor. Misschien komt het ook van mezelf, omdat ik dan denk van... Ja, jij vindt het zelf ook eng. Dus je denkt, ik ga niet meer naar buiten. Ik zat gewoon met Stinky naar buiten toen. Niet om 12 uur, dat is wel heel veel. Maar daarna, dat er nog een paar dagen omhoog werd gestoken, was je gewoon aan het slapen in de jas. En ik was sowieso binnen, bij het moment Supreme. Want Duif vond het vuurwerk helemaal geweldig. Ik bleef heel erg spannend. Hij was zo erg aan het gillen, omdat hij zo mooi vond dat alles omhoog ging. En op een gegeven moment hadden we een heel grappig stukje. Want er was een soort van vuurwerkfonteintje. En die was echt heel erg, ja, heel klein. En op een gegeven moment willen mensen alle naar dichterbij lopen. Toen werd het toch een knal. Oh nee. Ja, dus daar heb ik ook heel erg om gelachen. En op een gegeven moment viel er ook zo'n vuurbox om. Daar hebben we niet om gelachen. Door die grote knal viel hij gewoon om tegen papa's jas aan. Dus papa's jas kon niet weggooien. Maar al met al hadden allemaal brilletjes op. Veiligheidsbrilletjes. Ook die kindjes. Dus ik ook. Want ik heb ook altijd verklunstig. Altijd met dat soort dingen. Dus het was super gezellig. Daarna zijn we gewoon lekker oliebollen gaan eten. Heel mama veel appelflappen. Spelletjes gespeeld natuurlijk ook. Eigenlijk hebben we denk ik dat iedereen wel een beetje spelletjesavond ervan maakt. En mama Corolla en Tanja, dat zijn mijn moeders zussen, die zijn helemaal met z'n drieën uit hun dak gegaan op Sunday James. Nee, niet, die zijn met z'n allen gaan dansen. Die zijn met z'n allen onwijs lekker gaan dansen, dus we hebben gewoon een hele gekke leuke familie. En ik was toen eigenlijk al weg, want ik ging voor het eerst mee met zijn uit en ik was dus 4:45 thuis.
voornemens voor 2020. Qua mezelf en iedereen is gerelateerd, is denk ik meer vakantie nemen voor mezelf en meer kwaliteit time. Ja, dat vind je wel. Dat heb ik echt afgelopen jaar echt te weinig gedaan. Niet gedaan. Nou, eigenlijk gewoon helemaal niet. Ik heb het wel gedaan. Ondanks dat jullie denken dat we helemaal niks doen. Nee, ik denk niet dat iedereen aan denkt. Ik zie wel dat er heel veel haat zijn op mij en niet op Marie. Ik weet niet hoe dat komt. Ik ben misschien wat zekerder van mezelf, dus dat wil ik even toelichten. Ik ben zeker niet arrogant. Ik zeg altijd iedereen leuk. En natuurlijk, vloggen is natuurlijk niet ons hele leven. We laten natuurlijk de leukste dingen zien. Af en toe ook minder leuke dingen, maar dat wil niet zeggen dat dat dan ons werk is. En dat we dan dat bedrijf ook. Natuurlijk laten we onze collega's niet zien en onze dagelijkse routine op het werk. Misschien kunnen we dat in de toekomst wel wat meer doen als jullie het leuk vinden. Dat is wel een vraag naar. Ja, dat is wel een vraag naar met het ontwerpproces. Dat doen we namelijk ook allemaal zelf. En ook het inkoopseizoen wat weer begint. Maar het is allemaal nieuwe collecties. Dus een beetje moeilijk om hoe we dat gaan inplannen. We gaan het nu al filmen en dan kunnen we het volgend jaar augustus laten zien. Of dit jaar augustus. Dit jaar augustus laten zien. Dus dat hebben we meegenomen voor een tip van de kijkers. Ook over alle haatcomments. Tuurlijk verwijderen we echt haat. Ja. Opbouwende kritiek laten we gewoon staan. Natuurlijk kunnen wij daar heel goed tegen. Zeker. Maar echt haatcomments die echt nergens op slaan en helemaal op de grond in ons boren. Nee, die laten we inderdaad die laten staan. We staan. Dus en dat blijven we ook verwijderen. Dat blijven we ook gewoon verwijderen. En opbouwende kritiek horen we heel graag. Want we kunnen echt natuurlijk leren. Zijn nog hartstikke jong en ondernemend en een jong bedrijf. En die ook nog groeit. Dus allemaal opbouwende kritiek vinden we echt niet erg. Alleen haatcomments, nee. Doen nee, we niet. Daar passen we voor. Daar passen we. Dus goede voornemens zijn meer positiviteit. Ja, elkaar meer gunnen. Voornamelijk alle vrouwen onderling. Elkaar meer gunnen. En niet alleen maar denken, het is nu influencer wereld. We gaan overal maar geld voor vragen. En niks meer spontaan leuk doen. Dat proberen we ook een beetje te houden. Toch nog andere mensen ook een beetje te helpen. Te inspireren ook. En ook gewoon ons verhaal te delen met jullie. Voornamelijk gaan we natuurlijk vloggen. Omdat wij het gewoon heel erg leuk vinden om ons leven met jullie te delen. Dus dat hopen we ook gewoon te blijven kunnen doen. En we hopen het steeds meer te kunnen doen. En dan misschien wat meer realistischer in daar met werk. Misschien krijgen we dan ook minder haatcomments. Dus we nemen het allemaal mee voor dit jaar. En alleen maar goede voornemens en meer geluk en liefde en onderling love. Gelukkig zijn we het jaar goed uitgegaan. Onze familie was er allemaal bij. Iedereen is gelukkig, happy. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja, en we hopen dat we dat volgend jaar ook hebben. Dit jaar wordt wel echt een feestjaar. Want ja, wij worden... We gaan een party in pink geven, alles rolls. Onze papa wordt 60 en Romee wordt 30. We hebben heel veel. Ja, misschien wat ze dat niet had. We hebben heel veel verjaardagen. Loesje wordt ook nog 25. Nou, ja. Voor de rest natuurlijk ook iedereen jarig. Maar dat zijn wel bepaalde leeftijden. Mijlpalen dat je denkt. Dan gaan we echt groot vieren. Dus heel veel vieren, met elkaar zijn. En heel veel eten natuurlijk. Altijd. En hopelijk met Rijn is nog meer groeien. Ook in het buitenland en met bekende influencers. We hebben ook een heel gaaf nieuws. En dat gaan we waarschijnlijk over 2 weken delen. Wat echt. En meestal is dat hebben we al 3 jaar voor lang naar gewerkt. Dus daar zijn we heel trots heel op. Dus we zijn goed het jaar begonnen. Reiners, of dus we gaan knallen ook met de zomercollectie. We hopen dat jullie het allemaal leuk gaan vinden. We hebben het nu ook aan. Dat is ons colletje. Ik heb hem heel vaak aan in de crème. Die komt helaas niet in de collectie. Dus nee. Wij bij daarvoor ik hem steeds aan heb. Hij komt waarschijnlijk wel aan de komende collectie terug. Omdat er zoveel vraag is. Maar we hebben wel 7 kleuren. Dus het moet helemaal goed komen. En we gaan nog steeds met jullie heel veel beelden delen. Van waar zijn we ook heen geweest? Van Ibiza. Ja. En we dragen nu lekker met een trekkingpakken. Die komen ook weer terug. Komen ook weer terug. Alle kleuren en alle maten. In de meeste kan je verwachten in februari. Dus hou ons in de gaten. En dan gaan we weer leuk een meet and greet plannen. En noem op. Dat gaat heel detail dit weer overnieuw. Ja. Dus vond je deze vlog ook leuk? Blijf abonneren. Als je nog tips hebt, laat het eronder weten. Gaan we zeker aan werken. En ja, en heel veel liefde en heel veel geluk ook voor jullie dit jaar. Blijf ons volgen. Love. Love.